Wat leuk, wat brengt jou hier al? Met, Ik heb een online webshop. www.saarbergmodelbouw.nl. Eigenlijk doe ik alleen maar online en ik doe een aantal evenementen in het jaar. Sta ik met de inventaris van de webshop. Gewoon winkelverkoop te doen. Ja. En je hebt hier allemaal onderdelen hangen voor boten, specifiek? Specifiek voor boten. Het meeste is benzineboten. Ja. Maar ik ben langzaam de overdracht aan het maken naar elektro. We zitten toch met milieu, CO2-uitstoot, het hele gebeuren. Dat gaat ons straks op een gegeven moment ook raken. Ja, je kan beter voorbereid. Dus ik maak nu langzaam de beweging naar elektro. Ja. Ja, kun je wat laten zien wat je allemaal hebt? Ja. Wat kunnen mensen, weet je, ik vaar hier met mijn boot en hij gaat stuk. En dan loop ik naar jou en zeg je, heb je dat onderdeel ja, of zo? Nou ja, veel propellers raken ze kwijt. Vooral met het ruige water voor momenteel. Ja. Ik heb propellers, koppelingen voor op de motoren, elektropropellers. Drijflijnen om het zo van de motor naar de propeller over te brengen. Ja. Maar een elektromotor, is het een prop voor elektro, is het anders dan voor brandstof? Dit is een brandstofpropeller. Wat is het verschil dan? De maat. De maat. Van de as, de aandrijfas. Ja, ook. En dit is een elektropropeller. De as is veel dikker, die is 6,35 mm van een benzineboot. En 4,75 van een elektroboot. Dat zijn standaardmaten? Dat zijn standaardmaten. Alright, dan kun je dan grotere, kleiner, maar de maat? Die blijft standaard. Ja. Moet ik wel zeggen, tegenwoordig wordt er ook met veel zwaardere elektromotoren gevaren. Die gebruiken dezelfde maat als. Ja, want die... Die kan op haar om het leven. Als je 12 vest varen, dan heb je een hoop vermogen. Uitlaatstukjes, je hebt een hele motor liggen hier ook, twee takt, water gekoeld. Ik heb diverse motor, dit is een tweecilinder. Ja. Ik heb één cilinder motoren liggen. Ik ben Nederlands dealer van TK, motormerk uit China. TK, oké. Okay. Tiger King. Boten heb ik altijd leuk gevonden. Toen ben ik zelf gaan varen. En ik heb altijd ondernemersgeest in mij gehad. En toen ben ik langzaam maar zeker dit gaan handelen erin. Ontwikkelen, ja. Alleen nu is de situatie omgedraaid. Ik heb bijna geen tijd meer om te varen. Dus ik verkoop allemaal onderdelen. En om een boot op te bouwen. Ik heb een paar rompen staan nog. Pakkingen, ringetjes, afsluitingen, scharnieren, nog meer ringen. Dit is gewoon een kant-en-klaar pakket? Dit is een bouwdoos, houtbouwdoosje van een rigger. Oké. Okay. Een rigger is eentje met drie van die, met drie drijvertjes. Zoiets als dit. Ja, dit is een rigger. Ja. En er is nog altijd wel een groep die vindt houtbouw gewoon leuk. Ja, ik hou er ook wel van hoor. Nou, super. Ja, hartstikke gaaf. Volgende keer ben je er ook weer bij hier? Zeker. Dacht ik al. Succes met de zaken. Ja, dankjewel. Jullie een plezierige dag. Gaat lukken.